miljonair worden met een goed doel. Ferdy Roet deed het. Hij liet honderdduizenden slachtoffers van de staatsloterij 40 euro naar hem overmaken om voor ze te vechten in de rechtbank. Met als resultaat vele miljoenen op de bank, dikke auto's voor de deur en een knots van een villa. Voor Ferdy Roet zelf natuurlijk. Wat een topverhaal. Wat heb je dat eigenlijk goed gedaan? Ja, ja. Slimme gozer ben je eigenlijk. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Je hebt eigenlijk gewoon hetzelfde gedaan als de staatsloterij. Zo, namelijk gewoon een loterij, hè? En leveren 40 euro in allemaal. Ja. En met dat geld ben jij allemaal dure auto's gaan kopen. En je hebt een prachtige villa. En je hebt nog je werk gedaan ook eigenlijk gewoon. Nou, dat ligt wel iets genuanceerder. Je hebt twee keer geprocedeerd. Kijk, ja, de Hoge Raad heeft natuurlijk bepaald dat mensen misleid zijn en eigenlijk bedrogen door de staatsloterij. En dat ze het aankoopbedrag van de staatsloterij terug moeten hebben. Die auto's dan die jij hebt, die zijn toch ook eigenlijk betaald van die loterijverlies? Nee, dat mag toch ook eigenlijk gewoon? Nou, ik heb meerdere bedrijven en onder meer... Deze is het meest rendabel, hè? Ja, ook. En onder meer verdien ik natuurlijk geld. Ik hem lachen. Ja, is het voor om geld te verdienen? Nee, toch? Lach jij je dan in die dikke villa en met al die auto's voor de deur ook niet helemaal gek? Dat je ook denkt van ja, weet je, het zijn al allemaal idioten dat ze 30 euro naar die staatsloterijshow brengen elke maand. En dat ze hier dan ook nog eens eigenlijk een keertje ingetuind zijn? Nee, dat ben ik helemaal niet met u eens. Kijk, die mensen zijn... Je moet wel hard lachen. Ja, maar u stelt komische vragen aan mij. Volgens mij zit gewoon uw gezicht als u thuis op de bank zit. Ik denk van, geen gezeik, iedereen rijk. Hè? Hier staat hij. Ja, inderdaad. Nou, Dominique, ja. Dachten wij dat wij het goed gedaan hadden met één slecht programma en een dikke NPO-salaris. Deze man heeft het eigenlijk nog veel beter. Ja. Het is gewoon super slim. Weet je, iedereen valt nu over hem heen, het is een oplichter. Luister, je besluit zelf om met hem in zee te gaan. En hij belooft niks. Hij zegt alleen, ik ga een zaak beginnen tegen de staatsloterij. Hij is jurist, dus hij voert die zaken zelf. Iedereen legt 40 euro in, zeg maar net zoals een staatslot. En ja. Voor hetzelfde geld pak je een kleine prijs. Want je wint nooit wat bij die staatsloterij. Hooguit 25 euro of zo. En het enige wat hij doet, hij maakt het op. Ja, ik vind het wel een topverhaal. Want hij heeft ook een claim lopen tegen Volkswagen. En dan gaan we ook allemaal weer met boter en suiker gaan we erin. Dat weet ik zeker. Zou een vrouw nooit bedenken dit? Darten dan. Jelle Klaassen wil alcohol verbieden tijdens het darten. Nou, daar dachten de deelnemers van het Nederlands kampioenschap in Assen wel anders over. Hoeveel biertjes heb je al op? Hoeveel bier? Te weinig. Kan ik niet tellen, joh. Liters. Ik vind het een sport. Ja. Voor mij mag het een Olympische sport worden. Darten, een Olympische sport. Ja, het zou kunnen. Is ver weg als ik zo om me heen kijk. Ja, is ver weg, ja. Ver te zoeken. Want iedereen is lam. Ja. Ja, bestel maar. Zijn alle darters dronken? Absoluut niet. Ja. Wat vindt u van dat vooroordeel van al die darters die zijn lekker aan het zuipen en het is eigenlijk geen sport? Ik vind het absoluut wel een sport, maar wij moeten ook wel toegeven, alcohol speelt wel een rol bij onze sport. Jelle Klaassen wil jouw biertje afpakken. Jelle Klaassen? Nou, die pakt mijn bier niet af. Ik vind het een homo en ik vind het gewoon een tegenleider. Hij moet gewoon opflikken. Er is een algeheel verbod op drank bij dat wedstrijden, dat zie ik niet zo zitten.